gemeente Nijmegen legde vrijdag een tour af langs verschillende verzorgingstehuizen. Hierbij werden gladiolen uitgedeeld die normaal gesproken voor de Via Gladiola bedoeld waren. Nu gaan de bloemen naar zorgmedewerkers, want zij hebben deze opsteker natuurlijk dubbel en dwars verdiend. Nou, super. Hartstikke enorme mooie prestatie. Heel anders dan een vierdaagse lopen. Volgend jaar hoop ik echt dat dat weer kan. Dat weten we niet. Maar vandaar dat we samen met het vierdaagse bestuur de bloemen uitdelen aan de zorgmensen. Omdat zij ook het enorme applaus verdienen. Natuurlijk kunnen niet alle gladiolen persoonlijk worden bezorgd. Maar het doel is wel om alle tehuizen van gladiolen te voorzien. Ja, het lukt niet om alle verzorgingshuizen te komen. Maar die krijgen allemaal bezoek van de fietscourier vandaag. En die krijgen ook een bosje bloemen met een bedankkaartje. En de rest hebben we verdeeld over de bestuursleden, gekoppeld aan de burgemeester en aan de wethouders. En die zijn in koppels, net zoals ik, met de wethouder zorg hier aanwezig was, op pad. De gladiolen zijn voor het verzorgingstehuis Sint-Jozef Klooster een schrale troost voor het missen van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, heel jammer. Vooral voor deze mensen die hier in het klooster wonen. Het is toch een traditie wat nu weggebleven is. Er zijn ook bewoners die het zelf lopen. Ja, een enkele. Maar ook in dit geval kon dat helaas niet doorgaan. Dus we merken het wel. Ondanks de lastige maanden die achter de rug zijn, kijkt het personeel van het Sint-Jozef Klooster toch terug op een relatief gunstige periode. Nou, voor ons, wij zijn het enige thuis wat corona-vrij is gebleven, gelukkig. Dus voor onszelf is het wel aanpassen geweest natuurlijk. Verder niet heel erg beschermde kleding. Op momenten af en toe in de zorg zelf. Maar voor de rest zijn wij huiselijk gekleed. Ook de wethouder zelf heeft een achtergrond in de zorg. Ze leeft dan ook extra mee met het personeel en de bewoners. Elke keer als ik dan Mark Rutte op de televisie hoor zeggen dat bewoners nog geen bezoek mogen ontvangen, dat heb ik zelf ook wel ervaren. Ik ken natuurlijk heel veel mensen in de ouderenzorg. Denk ik van ja, die lichamelijke gezondheid is belangrijk, maar de mentale gezondheid is ook heel belangrijk. Dus en ik hoop dat we, als er ooit een tweede golf komt, dat we die balans wat beter gaan zoeken. Na het bliksembezoek aan de Kerkstraat in Nijmegen gaat de tour snel verder naar het volgende tehuis. Nu er dit jaar geen Vierdaagse door Wiegen komt, heeft de gemeente besloten om zich vast voor te bereiden op de Vierdaagse van volgend jaar. Om vooruit te kijken heeft Wiegen op de route stoeptegels geplaatst waarop te zien is dat je welkom bent in 2021. Naast de tegels is er ook een filmpje gemaakt waarin meer en minder bekende Wiegenaren je uitnodigen om volgend jaar naar Wiegen te komen. Heel jammer, maar ook begrijpelijk dat de Vierdaagse dit jaar niet door kan gaan. De dag van Wiegen is altijd een heel bijzondere dag. Maar het is niet anders. Maar u bent natuurlijk van harte welkom het hele jaar door in Wiegen om te genieten van de prachtige kernen en onze omgeving. Hartelijk welkom. Tot volgend jaar in Wiegen! Tot kijk op de dijk bij Elkeert en Neftrek. Tot volgend jaar! Vandaag toch weer terugkomend op het shirt, dat u het shirt hebt gekregen van de gemeente Wiegen. Ja, klopt. En kwamen ze dat u speciaal uitreiken of was het een ere? Nou ja, ze kwamen het gewoon de route langs. Hebben ze allemaal verschillende locaties, hebben een filmpje gemaakt. En toen moesten we met onze personeel, een paar van ons personeel, weer op de dijken staan voor de deur. En gefilmd en gezegd van, hey jongens, wandelaars, tot volgend jaar en we maken iets leuks van volgend jaar. En toen na het interview mochten we de shotjes houden. Vroegen ze, willen jullie die houden? En wij natuurlijk willen die houden. Want dat is natuurlijk een heel mooi shotje van de gemeente Wiegen. Dus ja. Zeker weten. Wij komen volgend jaar kijken of u het aan hebt. Nee, ja, zeker. Of mijn werkkleding. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ook dit jaar zijn er in Wiegen al wat wandelaars te ontdekken. U bent nou in Neftrek. Neftrek. Oh, dus. Dan zitten we goed. Je zit hartstikke goed. Ik kan niet anders ontkennen. Kijk maar eens naar dat biertje. De gemeente Wiegen roept op om beelden van wandelaars tijdens deze alternatieve Vierdaagse te delen via de Facebookpagina van de gemeente. Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen? Ligt nou eenmaal stront. Nu er vrijdag ineens geen duizenden gladiolen te hoeven worden uitgedeeld, dreigen de boeren te blijven zitten met grote partijen onverkochte bloemen. Reden genoeg voor de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, om een alternatief te bedenken: het verkopen van de bloemen voor het goede doel.
Het Mariekehuis in Nijmegen, een inloophuis voor mensen die getroffen zijn door kanker, is de gelukkige. Nou, mijn naam is Ruud van Domburg en ik ben vrijwilliger bij het Mariekehuis. Het Mariekehuis is een inloophuis voor mensen geraakt door kanker. Het kan dus heel breed zijn. Dat hoef je niet zelf te overkomen. Het kan ook een schooljongetje of schoolvriendje van school zijn. Noem maar op. En ik ben daar vrijwilliger en doe onder andere met nog wat collega's de sponsorcommissie. Kort gezegd, de intentie is de samenwerking met het Mariekehuis bij Verkoop Gladiolen. De opbrengst ervan gaat naar het Mariekehuis. En de teler, in dit geval Johan Denissen, het Claudielpil, krijgt toch zijn onkosten vergoed. Nou ja, mooie actie van de boeren uit het Rijk van Nijmegen. Hè, die het Mariekehuis steunen door gladiolen te verkopen. En daarmee hebben we toch nog een beetje het vierdaagse gevoel binnen. En het goede doel van het Mariekehuis, inloophuis voor iedereen die met kanker te maken heeft, steun je dan ook. En dat laatste is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Ik ben blij dat ik iets mag doen. Het is heel stil, maar gelukkig hebben we wat activiteit. En ik geloof dat ik al een bos of 20 verkocht heb. En gladiolen horen nu eenmaal bij de Vierdaagse. Nou, ik vind het wel een hele sierlijke bloem. Maar ik moet zeggen, het is wel vooral in die Vierdaagse week. We hebben altijd thuis onze Vierdaagse week 1 of 2 bosjes staan. Het symbool van dit Vierdaagse. Ik heb er al thuis liggen. Ja? Ja. Maar, vierdaagse of niet, de sfeer in de binnenstad is goed deze week. Wat opvalt, is dat veel Nijmegenaren het hert op de goede plek hebben zitten. Kopen de bossen bloemen, het is toch fantastisch. En daar zijn we heel erg blij mee. Niets meer dan dat en niets minder dan dat. Trots op de stad en trots op iedereen die hier toch dit feest komt vieren. Mooi weer, mooie mensen, een goede burgemeester. Nou, wat wil je nou nog meer? Ja, ik denk dat wij het fantastisch hebben. Ah, hij doet het! Ik vind het wel heel sportief dat jullie zijn blijven zitten hoor. Snikkend op je bed, tranen vol met kwaad dat ik jou verlaat. Jij zegt, ik wil dat je nu gaat. Maar niet voordat we Xander de Buissonnier hebben gezien op de Wolfsberg. 4 dagen lang is deze plek in Groesbeek het toneel voor optredens van Nederlandse artiesten. Na O'Gene, Alain Clark en Glennis Grace weet de oud-Volumia-zanger op deze druilerige vrijdag toch nog de zon een beetje te laten schijnen. Door de coronamaatregelen ontstond dit nieuwe initiatief dat weer heel anders is dan we tijdens de Vierdaagse gewend zijn. Ja, echt heel anders. In de Vierdaagse week zijn we gewoon hotel voor de Vierdaagse lopers. En dat is het dan. Alleen deze keer hadden we het idee erbij van, goh, we hebben een grote tuin, we hebben een groot terras. En waarom niet wat doen, toch, voor de vakantiegangers, de velen die hier in dit prachtige gebied zijn. Kleinschalig iets opzetten qua amusement. De nieuwe artiesten werden positief ontvangen door het publiek. Toch is het maar de vraag of deze opzet de komende jaren wordt doorgezet. In ieder geval is er heel veel door bezoekers nu al gevraagd. Ga je volgend jaar toch ook doen? En dat is natuurlijk wel leuk, dat is heel positief. Ja, of dat dan lukt, ik weet het niet. Kijk, je hebt Nijmegen, zo'n grote stad, zo dichtbij. Met zoveel artiesten, ook op de verschillende podia. Of het dan ook nog zo populair is om dan hier te zijn. Dit is altijd voor een wat rustiger publiek natuurlijk. Zou dit mooi aan kunnen sluiten. Maar dan krijg je weer het volgende aspect. Zijn ze dan weer betaalbare artiesten? Ja. En voor wie eigenlijk altijd voor de live muziek kwam, zit er toch nog een leuk evenement aan te komen op 22 en 23 augustus. Zoals je weet, de tribute party is nogal bekend in de regio. Die gaan we toch doen. Die was eigenlijk doorgestreept, maar die gaan we toch door de nieuwe versoepelingen onlangs hebben besloten om het toch in zo'nzelfde setting zoals we het nu doen, eigenlijk ook weer te doen. En met 2 tribute bands in plaats van 7 op een dag. Hè? In plaats van 3 podia, 1 podium. Kleinschalig, verantwoord, wat er kan in deze tijd. Met maximaal 500-600 mensen per dag. Hou me vast, ligt mijn hoofd hier op je schouder. Hou me vast, stuur me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal een eventjes te veel. Bij jou zijn is dan alles wat ik wil. We'll be right back.
Dat de Vierdaagse nu anders is dan anders, leidt ook tot hele leuke nieuwe initiatieven. Daphne ging op bezoek bij Van Eigen Deeg om te onderzoeken hoe het Vierdaagse koekje gemaakt wordt. Vertel, jullie maken Vierdaagse koekjes, waarom? Nou, om het lekkerste hart onder de riem eigenlijk te kunnen geven aan mensen. We hebben een pakketje gemaakt, dat kan je bestellen bij ons en versturen we met brievenbuspost. En daarbij zijn dus koekjes met een leuk kaartje. Daarop kan iemand een persoonlijke boodschap achterlaten. Dus eigenlijk mis je je wandelmaatje of mis je stapmaatje, dat kan natuurlijk ook gewoon met de Vierdaagse. Stuur iemand een lekkere boodschap dat eraan ze wordt gedacht. Henk, jij bent het grote voorbeeld natuurlijk van Marijntje. Je bent de vader, hè? Hoe lang ben jij bakker geweest? Nou, ik ben vanaf mijn 15e bakker. En toen ben ik begonnen in Hapsen, de bakkerij. En ik ben nu 72, dus kun je uittellen. Ik heb altijd gebakken. Dat is mijn werk en mijn hobby. Wat vind jij nou zo lekker aan dit Vierdaagse koekje? Wat ik zo lekker vind, dat ze lekker bros zijn. De smaak is heel goed en natuurlijk de kleuren. Dat doen we toch, hè? Dat is toch wat iedereen wil zien. En ik zie dat de koekjes de kleuren van de Vierdaagse hebben, eigenlijk van het is het groen en oranje. Ja. Hoe doe je zoiets? Hoe maak je nou koekjes in die kleuren? Nou, de koekjes, we hebben dus heel mooi roomboterdeeg en daarin doen we dus de spikkels in de kleuren van Nijmegen van de Vierdaagse. Dus dat mengen we door elkaar en na het bakken klimmen ze mooi op, dus krijg je lekkere Nijmeegse koekjes. Deze week maak jij ook mee de koekjes. Hoe is het om weer zo'n grote productie te moeten draaien? Keileuk natuurlijk, want dat draait het om. Hè? Ik vind de tekst ook zo leuk op jullie kaartje wat jullie erbij doen. Kun je hem nog een keertje voorlezen? Jazeker. Ninelle, dit jaar geen kruiske, maar wel een kukske. De Vierdaagse is een periode van een lach en een traan. Voor RN7 stond Freek Mulder jarenlang 's middags op de wedren om de wandelaars op te vangen. Afgelopen jaar overleed Freek. En voor zijn uitvaart maakte vriend en collega Gerry van Kampen dit eerbetoon. Wij zenden het nu nogmaals uit als herinnering aan onze Mr. Vierdaagse. Ja, als ik deze klanken hoor, Gerry, dan moet ik er meteen weer aan denken. En ik denk jij ook. Ja, heel erg. 5-star. Ja. Rain or shine. Ja, prachtige plaat. Ja. En wat Freek, zeg je dan? Ja, Freek. Ja, alleen maar Freek. Toen al en nu nog steeds. En dat zal altijd zo blijven, denk ik. Dat is ook altijd zo geweest inderdaad. Want dat was al bij Delta. En dat is bij Keizerstad. Want daar kwam hij natuurlijk later terecht. Onze eigen clubpie. Ja. Daar was deze plaat natuurlijk ook. Als je 5-star draaide. Dan... Hij bracht hem wel mee, hoor. Hij bracht hem wel mee van Delta. Hij bracht hem zeker mee. En als hij hem hoorde, kwam hij zelfs zingend de trap af. het is gewoon onvoorstelbaar. Ja, Freek. Hij volgde Marcel op. Marcel Spijkerman bij Keizerstad. Zijn maatje voor het leven. Samen stonden ze in de wieg, volgens mij. Dat kun je wel zeggen. Ja, die stonden samen in de wieg en in de box. En die hebben echt twee handen op één buik. Ja. Want als er iets bij Roel gebeurde, dan was er iets bij Freek. En vice versa. Ja, geweldig. Heel bijzonder. Okay, weet je wat hij ook bijzonder vond? Ja. Dit vond hij ook bijzonder. Het kan heel gek zijn, hè? Maar als je je ogen dicht doet, hoor ik hem gewoon zingen. Ja, hij zong het altijd mee ook. En altijd. Keihard. Ja, en hij kent echt elk zuchtje in een jingle, elk fragmentje. Hij weet het gewoon te brengen. Ja. Heel bijzonder allemaal, dat soort hele mooie herinneringen aan onze Freek, jeetje. Ja. Ik zit te denken, wij zitten nu zeg maar hier een beetje op tv. Ja. Daar zitten we dingen te doen. Het is maar goed dat er geen camera's waren toen. Nee, toch. Als we toen camera's in de studio hadden gehangen... Dan was die denk ik een landelijke bekendheid geworden. Dat denk ik haast van wel. Dan had John de Mol ongetwijfeld gebeld. Ja, dit is een ding dat zeker is. Want Freek was natuurlijk veelzijdig. Hè? Want Freek deed niet alleen radio. Freek deed niet alleen jingles maken. Freek ging ook in het vuurwerk. Ja. Ja, dat deed hij ook. Ja. En dat doen wij allemaal eigenlijk. Dat doen we allemaal. Dus... Op een of andere manier kwamen we elk jaar aan het eind kwamen we samen. Ja. En gingen we met z'n allen aan de vuurwerk verkopen. Dat waren drie geweldige dagen altijd. Freek al te veel langer. Die was met Ignas natuurlijk al de boel aan het opbouwen. En alles aan het inrichten en alles aan het doen. En Poldommer heb ik op het afgelopen jaar gemist. Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben het nog een paar keer geprobeerd. We hebben hem gebeld van, goh Freek, kom even een uurtje. Maar hij was gewoon te moe. Hij kon niet meer. Weet je wat ook Freek is? Nou... Ja. Ik zal je een guilty pleasure bekennen. Al die platen van hem heb ik in een Spotify-lijstje gezet. Want dat is gewoon... Ja, dat doet mij aan Freek denken. Maar ook aan Keizerstad. Daar ben ik eerlijk in. Het is niet alleen Freek. Maar dit was wel een hele echte ook, hoor. Dit. Ja, zeker.
En die intro's, hè, hij maken ze ook strak vol, hè? Introplaten. Dat deed hij, dat deed hij. Dat kon hij als geen ander. Ja, ja, timing, dat was zijn dingetje. Ja. Hij was trouwens ook, moet ik je wel even. Hij was ook wel van de hele slechte muziek. Nou, hij was van de foute muziek, ja. Ja, nou, zo mag je het ook noemen, slechte muziek. Dit bijvoorbeeld, is echt, dit kan ik even iets verder zetten. Ja. Je kunt het niet bedenken. Is dit Italo Disco? Hoe noemen we dit? Ik heb geen idee. Ja, zo'n naam kreeg het in ieder geval. Maar dit is wel muziek die Freek mooi vindt. Ze gingen ook altijd met een groepje één keer per jaar of twee keer per jaar. Soms ook wel als we heel veel geld hadden. Gingen we uit eten. Ja, de Chinees. Elk Chinees restaurant kent ons. Ja. We vroegen altijd om standaard om een ronde tafel. Freek zat, nou ja, niet in het midden, maar Freek zat ook bij ons aan tafel. En de ronde tafel zit je altijd in het midden. Net voor de velk. Ook dat. Maar het grappige was, eerst lekker eten en dan veiligheid. Dat zei hij altijd, ja. Dat zijn die standaardwoorden. Eerst veiligheid en dan genieten. Nee, andersom. Nee, andersom. Eerst genieten en dan veiligheid. Ja, dat is Freek. Oké, ik ga hem nooit vergeten. Freek, het ga je goed. Hou maar met ons mee. Je voelt de pijn en de leegte en het wordt nu heel erg stil. Want juist op de radio maakte mij het verschil.